eerste oefenwedstrijd van sportclub Cambuur is neffens traditie op de velden van DTD in Kwanjum. Tegenstander is het Duitse SV Meppen uit de derde Bundesliga. Supporters van Cambuur kunnen voor het eerst in de kunde komen met Remco Balk. Hij wordt hier van FC Utrecht en debuteert als linksboeten Jim Meppen. Die 21-jarige onvaller is in de beginfase een soort onderwijs. En dat is echt wat past bij zijn stijl. Ik kan buitenom, maar ook binnendoor natuurlijk. En verder, ja, ik denk dat ik goede loopacties heb. En veel gif sowieso. En ik wil natuurlijk veel goals maken en veel assists geven. Daar ga ik mijn best voor doen. En gif, hij zei het al. Balk lid beslist net oor hem heen erin. Dat zien ze bij Cambuur al jaren zien. Ik had hem vorig jaar een keer zien in een oefenwedstrijd in zijn huis. Als je een Alex Bangura speelde toen, ja, die hier in de oorlog mouw kwam. Zo, dat vind ik wel mooi. Remco is meer een opportunistische jongen die ik wennen had aan deze manier van druk zetten. En die is volle meer wend om mij te rennen en verdedigen. Zelfs de eerste helft dat er echt in de hoeken stond. Hij wil ze graag voorop houden. Dus eigenlijk ben die jongens wat te sociaal. Dat was een hele grote afstand naar de goal oude rennen matten. Nou, daar ben we mee aan de gang. Dat gaat de komende week nog gebeuren. Jim Meppen krijgt Balk in je kans. De oorname is lykwijls net helemaal goed en zijn schot wordt blokt. Dat hij nog meespeelt, hier ik wil oorsken. Want al in de 12e minuut van de wedstrijd krijgt er een flinke schop. Hij leidt op de groen. En dat is iets wat ze bij zijn eerste club FC Grains regelmatig zeggen. Van spelers daar nemen hem zelfs een zwalbekening. Ja, dat zeggen ze wel, maar ik vind dat het niet klopt. Ik word meestal gewoon geschopt. Dus ja, ik vind mezelf geen zwalbekoning in ieder geval. Ik ben soms gewoon wat sneller dan tegenstander. En ja, dan moet ze je hebben. Dan schoppen ze je onderuit. Bij zijn vorige club, FC Utrecht, spelen Balk net een soort. Zijn laatste wedstrijd dat Jerrit van Trij en Hele Moanalien. Maar Jim Meppen met Balk de eerste helft te meidwan. Ja, heel mooi om weer te voetballen en zeker voor Cambuur. Ik denk, het was wel wennen natuurlijk, andere spelers, andere club, maar wel leuk om weer te voetballen. Heb je ernaar uitgekeken? Ja, zeker. Ik heb sowieso al lang geen wedstrijd meer gevoetbald. En voor een nieuwe club is het toch altijd bijzonder om weer te voetballen, dus dat is altijd leuk. Cambuur speelt het uiteindelijk met 2-2 league tegen de Duitse tegenstander. Toch dat Mitchell Paulussen vier minuten voor tijd de leaguemaker binnen zit. Met zijn steende het stik reekvuurwerk in het strafschopgebied kaart de skierzochter de goal goed. De fans likken het alweer net zo volle uur te meidje. Na het eindsignaal doeken die het veld op in de jacht naar handtekeningen en foto's.